Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, ZeldaPlay20. En in de vorige aflevering hebben we het uiteindelijk voor elkaar gekregen om Duke Fishron eerst met moeite en daarna gewoon flawless helemaal te kunnen ponen. Zonder enig oponthoud hebben we hem, dus ik weet niet hoe vaak verslagen. En heb ik dus eindelijk mijn lievelingswapen te pakken gekregen, de Godly Flareon. In deze aflevering ga ik het een en ander heel eventjes voorbereiden voor onze... Ja, sowieso, we hebben nog het Spectre Armor nodig. Het armor, zeg maar, wat we gaan gebruiken. Wat dus, zeg maar, het Ultimate Armor is voor de Mage Class. En gaan we de voorbereidingen doen voor de Pumpkin Moon. Ik weet niet zeker of we in deze aflevering de Pumpkin Moon voor elkaar gaan krijgen. Dat is nog altijd maar de vraag. Wat ik wel weet in deze aflevering is dat ik heel eventjes richting onze Skybase wil gaan. Omdat ik wil... Oh, ik ben even iets vergeten. Helemaal mijn fout. Maar we willen dus heel eventjes langs onze Skybase heel eventjes gaan. Of ja, Skybase langs de Mushroom Biome Base. Omdat ik wil daar heel eventjes een spoor trekken. Zodat we daar dus, zeg maar, een hele makkelijke corruptie biome hebben. Waar we dus heel erg makkelijk naar Deadweed kunnen farmen. Om Battle Potions te maken, wat dus zeker heel erg belangrijk is. Dus dan ga ik heel eventjes kijken. Waterleaf, Moonglow, ik weet zeker de corruptie... Heb ik er maar 3? Ah joh. Dat kan niet. Ik wil er iets meer hebben, hoe laat is het? Ah, het is net... Oh, het is net avond geworden. Oké. Nou, ik wil eventjes wat meer corruptiesheets hebben, dus dit wordt helemaal hilarisch. Even wachten nog. Volgens mij is het 7:30 voordat je ze, zeg maar, ze op kan roepen, dus geef me even een seconde. Oké, blijkbaar is er een Blood Moon bezig, maar dat maakt niet zo veel uit. Eye of Cthulhu, waar ben je? Oh, daar ben je. En dat was de Eye of Cthulhu. Oké, heb je het gedropt voor me? Even kijken, ik zag niet echt dat ze erbij kwamen. Nimbus Donderop. Dankjewel voor je Nimbus rot. Een hoe? Oh, gratis mana. Nou ja, maakt niet uit. We willen er nog eentje even killen. Die hebben toch geen kans, joh. Oh. Nou ja, eigenlijk is het een Blood Moon. Dus wat ik eigenlijk probeer voor elkaar nog te krijgen... is, ik wil eigenlijk... Ja, ik wil, hoor mij nou. Ik wil eigenlijk ook een pirate map pakken krijgen. Dus wat ik ga doen... is, ik ga heel eventjes langs mijn materialendoos. En... Really? Ga dood. Het zou wel leuk zijn als je nog meer van die banana ranks dropt. Maar ja. Wat ik wil hebben is heel eventjes bij mijn materialen... waar heb ik mijn blue candles? Ja, doe er maar even 2. Waarom ook niet? Ga je eens even weg. En dan heb ik eventjes kijken. Ik heb mijn hout bij me, dus dat komt wel goed. Want ik wil heel eventjes kijken of wij dus een piratenmap te pakken kunnen krijgen. Want ik heb het piratenevenement ook nog niet kunnen laten zien. En het verbaast me dat we wel een tweede goblin invasie hebben gehad. Maar nog niet echt een pirateninvasie. Dus ik ga, nou dat de spawn rate enorm hoog is, ga ik heel eventjes langs onze Duke Fishron plek. En ga ik hopelijk een piratenmap te pakken krijgen. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, we zijn hier eindelijk terechtgekomen bij onze oceaan. Nou, wat ik altijd eigenlijk hier doe, is... Ik maak hier altijd eventjes een plateautje naar onderen. Wat heel erg handig is. Ik heb natuurlijk geen hout bij me. Ik dacht dat ik hout bij me heb, maar daar heb ik natuurlijk alweer terug gedaan. Een top hat. Nou, dat is heel erg boeiend. Even kijken. Kan ik hier ergens even mijn hout te pakken krijgen? Zou wel fijn zijn. Een beetje. Niet te veel. Even wachten. De timer die loopt weer niet. Dus dat is niet echt handig. Ik zie hier onderen even het een en ander. Aangezien dat het dus een Blood Moon is, is het dus, zeg maar, nou heel erg makkelijk... Ja, dat is wel meer dan genoeg. Is het nou dus, zeg maar, heel erg makkelijk om dus, zeg maar, de piratenmap te pakken te krijgen? Omdat een piratenmap heeft 1% kans op te gedropt te worden door wat voor vijand dan ook bij de oceaan biome. Dus zeker heel erg handig om dat te weten. Nou, de reden waarom dat ik even wat hout wil hebben is dat ik hier heel eventjes... laten we er eventjes zoveel maken. Hoppakee. Maar wat dus nou eigenlijk mijn bedoeling is dat we heel eventjes hier onder water gaan staan... Onder water gaan staan. En dan doe ik hier al eventjes een blue candle op. En dan doe ik heel eventjes mijn Sharknado heel even uitzetten. En dan gaan we gewoon hier rechts zoveel mogelijk vijanden even killen. Hopelijk dat we een piratenmap krijgen. Vinden we er een? Dan laat ik het jullie zien. Ik zie daar een piratenmap. Oké, nou, we hebben eindelijk al de eerste piratenmap. Hebben we nu dus binnen. We zouden voor meer piratenmappen kunnen gaan. Dus ik blijf nog heel eventjes hier bij deze ondergrondse... Oh, kijk, nou, er is een waterchest. Ik ben bijna aan het verzuipen. 2 waterchests, hebben we die al onderzocht? Ah, dat weet ik dus niet. Oké, even ademhappen.
Dan gaan we wel even kijken of die inderdaad al onderzocht hebben. Waarom ook niet? Wow, dat zijn een heleboel dudes. Rico potions. Nou, echt niet echt alles wat we nodig hebben. Dus. Flippers, Rico potions. En weer een piratenmap. Wat leuk. Oké, ik ben ondertussen weer aan het verzuipen. Dus ik ga er heel eventjes naar boven toe. Ik ga heel even kijken hoeveel dat ik aan het pakken kan krijgen. En ik zie jullie terug bij basis. Nou, dan hebben we dat ook weer gedaan. Ik heb 2 piratenmappen heb ik te pakken gekregen. Dus helaas niet extra op het moment. Ik heb ondertussen ook heel eventjes de Eye of Cthulhu trofee. Die hadden we nog niet. Die heb ik hierbij gehangen. We hebben zijn masker te pakken gekregen. Dus die heb ik hier ook even bij gedaan. Dus we hebben hem nou van de Twins, Duke Fishron. Wall of Flash. Ik zie daar Skeletron. Ik weet niet of dat Skeletron Prime is of Skeletron. Dat maakt niet zoveel uit. Want we gaan niet voor alles. Alles wat we hebben, dat gebruiken we gewoon. Ondertussen heb ik ook nog de Rain Banner en de Shark Banner opgehangen. Die we ook nog gevonden hebben. En voor de rest is de inventory weer netjes clear. Nou, naar de oorspronkelijke... ik spuug weer in mijn scherm onder. Weer eventjes naar de oorspronkelijke ding. Ik kan wel weer gaan knippen, maar dan wordt het zo'n verknipte aflevering. Daar heb ik echt weinig zin in. Dus wat ik ga doen is, ik breng jullie eventjes mee naar de Skybase. En wij gaan daar heel eventjes een farm maken om makkelijk Deadweed te vinden. De reden waarom dat ik dus zeg maar 2 keer de Eye of Cthulhu eventjes wou verslaan is omdat ik dan meer corruptie ziet te pakken zou krijgen. Waardoor dat we makkelijker de corruptie kunnen laten spreiden boven in de lucht. Waar we dus geen last gaan hebben tot het dus nog verder gaat spreiden over onze wereld heen. En wat er dus eigenlijk een beetje voor gaat zorgen tot we dus nog makkelijker... ja, onze zooi eigenlijk te pakken kunnen krijgen. Waar zit die eigenlijk? Oh, die zit helemaal daar. Oké. Ja, waardoor dat we makkelijker Deadweed pakken kunnen krijgen. Onze zooi, zei ik. Maar ja, dat maakt uit. Dan zijn we... Jullie kennen me ondertussen wel, dus als ik zeg zooi, dan weet ik... Oh ja, dat. Goed. Wat is eigenlijk het makkelijkste is om te doen, is we hebben hier onze, Mushroom Skybase. En ik heb mijn dinges niet meer. Verdorie. Oké, sorry voor nog een knip, maar ik was dus vergeten mijn blokjes dirt mee te nemen. Wat ik dus van plan ben om te doen, is ik wil hier eventjes zeg maar 300 blokjes in de lucht plaatsen. Gewoon dirt, geen modder, maar dirt. Ja, anders werkt het niet. En wat ik daarmee wil doen is, ik wil daar eventjes een spoor van corruptie van maken. Zodat daar... Oh, ik gebruik mijn dash aanval per ongeluk. Zodat we daar dus zeg maar heel erg rustig... gewoon overheen kunnen lopen om op zoek te gaan naar Deadweed, mochten we het nodig hebben. Dit kan eventjes duren om te spreaden, dus daarom doe ik het nu alvast. Want we hebben nog 8 potions liggen, wat dus eigenlijk een voordeel is. Want er zijn nog, zeg maar, deze afleveringen die we nou gaan doen, zijn nog eigenlijk een beetje de puntjes op de i te zetten. Omdat we bijna bij het einde zijn van onze Terraria playthrough. Ah, oh, ik zeg al, het is een playthrough. Ik moet zeggen, ik ga echt heel eventjes dit swappen, want dit is echt irritant. Even wachten, hoor. Doe maar heel eventjes zo. Doe maar heel even zo. Dan hebben we dat we niet als ninja mee verder gaan, dus... Nee, maar er is dus eigenlijk op dit moment nog maar heel weinig te doen in de wereld in Terraria. Als alleen maar de Pumpkin Moon, wat eigenlijk heel erg belangrijk is. En natuurlijk ook de Frost Moon. Dat zijn je challenges die je eigenlijk wil gaan doen in je Terraria wereld als je een complete wereld hebt. Nou, we hebben nog geen complete wereld, aangezien dat we dus nog de Hollow Key nodig hebben. We moeten nog de Frost Key moeten we nog halen. En er zijn nog heel veel wapens, maar ja, als je voor alle wapens wil gaan, dan kun je dus echt heel lang bezig zijn. Dus er zijn echt heel veel dingen die we nog kunnen doen. Je kunt verschillende strategieën, je kunt voor iedere klas kun je het klaarzetten. Dus er zijn heel veel strategieën die we gaan doen. Maar in deze aankomende afleveringen is het dus zeg maar op zoek te gaan naar die dingen. We doen er een pumpkin moon doorheen en gooien, want daardoor... we hebben nog niet alle 4 de ultimate armors waar we nog naartoe voor moeten gaan. Dus er is nog een heleboel content. Ik heb mijn timer weer niet aanstaan. Er is nog een heleboel content, zeg maar, die we dus nodig hebben. Dus wat ik nou ga doen is, buiten dit wat ik nou aan het doen ben, is, ik ga in elke aflevering, ga ik eventjes onze gevreesde timer er weer bij plaatsen. En ga ik er dus, zeg maar, voor zorgen. Oké, dat kan even zo spreaden. Zo. Er zijn toch 300 bloks. Eentje hier. Oké, zo. Dus nee, maar wat ik dus wil gaan doen is... iedere aflevering doe ik eventjes een half uurtje in een van de biomes waar dat we moeten zijn. Met Battle Potion. Niet op screen, maar gewoon met de timer erbij. Kunnen we kijken hoe lang dat duurt. Om te kijken of we dus zo'n keymold te pakken kunnen krijgen. Wat me eigenlijk heel erg leuk lijkt. Nou, voordat ik dat ga doen... Ik bedoel, we zitten nou iets van 8 minuten, 9 minuten in deze aflevering. Dus het valt op zich wel mee. Dat daarboven is aan het groeien, daar hoeven we ons eigenlijk geen zorgen over te maken. Waarom doe ik zo moeilijk? Als we een Magic Mirror hebben...
Wat we nu gaan doen, is zonder enig oponthoud, gaan we nu beginnen met... de Pirate Map. Dus, laten we maar de pirates oproepen. Lijkt me leuk. Volgens mij kan ik dat gewoon hier bij de Battle Arena doen. Duurt eventjes voordat ze komen, dus kan ik eventjes de Battle Arena weer fixen. Want, ja, dit hebben we eigenlijk... dit gaat gefixt worden nu. Don't worry, we gaan de golem nog een paar keer oproepen, maar op het moment nou nog eventjes niet. Zo. Oké. Okay. Heb ik hout bij me? Ja, ik heb hout bij me. Hop. Dan kan ik dit eventjes weer vullen. Heb ik nog een blue candle bij me? Nee, natuurlijk niet, hè. Oké, okay, dan mag eventjes hierbij komen zo. Dit mag ook hierbij. Maar ik bedoel, we hebben echt niet echt meer een battle arena nodig voor de golem te verslaan. Ik bedoel, de golem is nou een van de makkelijkste bazen, zeg maar, die we daar kunnen verslaan later. Dus, oké, okay, nou eventjes dit even oppakken. Zijn de piraten er al? Echt, mijn Sharknado, die gaat tekeer als een bezetene. Geen slime is veilig. Ja, ze komen van het westen uit. Dat moeten ze zelf weten. Komt u maar! Nou, laten we niet bij onze NPC's gaan staan. Laten we gewoon... ah, daar zijn ze al. Hallo! Nou, dit is dus zeg maar de pirateninvasie. Nou, wat er dus zeg maar gebeurt is een piratenbende die zal proberen je wereld of ja, zeg maar jouw base open te nemen. En het werkt eigenlijk bijna hetzelfde als een goblin invasion. Maar dan wat sterker en leukere drops. Nou, deze zou dus heel erg handig zijn als je een melee class bent om de cutlass te pakken te krijgen. Ben je range weapon, dan is het dus heel erg makkelijk. Oh, er wordt op een geschoten, wat lief. Oh, daar hebben we de piraten. De kapitein. Die heeft best wel veel health, maar ja, omdat wij dus zeg maar mijn lievelingswapen hebben, is het geen enkel probleem om ze dus zeg maar op B te houden. Hallo. Oh, daar hebben we er weer een hoor. Hallo. Moet je kijken de damage die we doen, joh. Dit is gewoon... oh, dit is gewoon geweldig. Nou, ik hoop dat we een leuke drop te pakken kunnen krijgen. Want ja, we kunnen dus de cutlass. Dat is een heel erg snel zwaard. Wat doe jij in mijn... wat doe jij bij mijn huis? Ga weg. Jij ook. Jij ook. Weg, 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 weg. Er is een enorme rare kans dat je de coin gun kan krijgen. Heel veel gold furniture, dat ook. Dus ik zag net al een chandelier bijvoorbeeld. Een chandelier. Dus ja, die zit er ook tussen. Echt heel veel gouden meubels die we kunnen vinden. En nog een piraten captain. Ah. Apart, apart. Ah, we hebben nog een Pirate Invasion gehad, waar ik eigenlijk best wel van sta te kijken tot we die nog helemaal niet gehad hebben. Ah, we doen enorm veel schade dankzij onze, ja, dankzij ons Beetle Armor, want ik heb hem... oh, ik ben bijna dood aan het gaan zeggen. Ho, 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 ho. Even help. Ik moet wel opletten met waar ik doe, hoor. Oké, okay. Nou, gouden deur. Daar kunnen we nog een heel goud huis maken, joh. Hallo. Nou, we krijgen ook maar weinig hartjes. Oh boy. Oh, oh boy, oh boy, oh boy. Ik moet echt op gaan passen mijn health nu. Het zou wel heel erg sneu zijn als we hier nou een dead gaan krijgen. Oh boy. Maar we krijgen ook heel erg veel Jack Sparrows op het moment. Oh, bijna health potion. Bijna health potion. Bijna health potion. En health. Oké. Okay. We zitten weer even iets goed. Pirates zijn verslagen. Ik liep er een beetje te zelfingenomen doorheen. Terwijl dat het eigenlijk best wel gevaarlijk werd in verband met health en alles. Oké, okay, nou, we hebben we. Eens kijken. Ah, we hebben heel erg veel stuff gekregen. Zo, hé. Hey. Ah ja, geen wapens helaas. Maar wel heel erg veel... decoratie items. Golden dresser, golden bookcase, een piratenbanner. Hasty lucky coin. Hitting enemies will sometimes drop extra coins. En Stony Dirt the Pirate has arrived. Nou, die heb ik nog nooit gezien, maar deze heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Hasty lucky coin. Hitting enemies will sometimes drop extra coins. Oké, okay, nou, is dat dan een badge of zo die je draagt? Ik zie nergens. Huh. Nou ja, zo zie je maar weer. Zelfs ik krijg nog altijd dingen die ik nog nooit heb gezien. Nou, waar zou ik die gouden furniture neer gaan zetten? Ik bedoel, als bovenkant is een beetje aan de lege kant. Dus ik wil hier wel een gouden piano hebben. En laat ik hier ook nog een gouden tafel even plaatsen. En een gouden bookcase, waarom ook niet. Golden dresser?
Nou, ik vind deze default vind ik eigenlijk een beetje te default. Ik bedoel, het bed wil ik wel zo houden. Want ja, ook al hebben we een golden bed. Ik wil het bed wel zo houden, omdat ja, we willen wel een beetje het thema houden van onze dingen. Net zoals, ja, we hebben ook een gouden chandelier. Ja, die wil ik eigenlijk wel ophangen. Die wil ik eigenlijk hier best wel ophangen. Hoe ziet die eruit? Kom op. Oh, die ziet er heel erg nice uit. Oké. En ja, de rest van de dingen. Hier ook weer even een stoeltje bij plaatsen. En de rest van de dingen die verkopen we dan gewoon. Behalve de piratenbende, want die hebben we nog niet. Maar ja, als je dus zeg maar de piraten voor de eerste keer gaat verslaan, krijg je dus zeg maar een extra NPC, namelijk de piraat. Piet Piraat, hoe je hem ook wil noemen, maakt niet zoveel uit. Ik wil deze eigenlijk ook wel aan eentje geven. Kijk eens, voor jou. Waarom ook niet? Oké, dus dit doe ik heel eventjes verkopen. Oeh, een golden lantern. Dan krijg ik misschien... Ja. Moet die ergens ophangen? Moet die... Weet je wel, die hangen we op bij onze Piet Piraat. Kijk eens, die is voor jou. Alsjeblieft. Nou, onze Piet Piraat die verkoopt dus zeg maar verschillende dingen, waardoor nog één van de dingen die ik niet echt blij om ben. Hij verkoopt een kanon. Die kan kanonkogels schieten. 300 damage. Is heel traag om te gebruiken. De piratenkleding, dat je dus zeg maar kan kleden als een piraat. Een sail, ik weet niet precies. Ja, je kunt het plaatsen, ik weet niet precies wat je ermee kan doen. Maar ook een bunny cannon. En die schiet bunnies als met TNT en alles. Dus, ik haat die piraat nu. Maar ja, nee Fiver, ik zou jou nooit wegschieten. Maak je daar maar geen zorgen over. Nou, eventjes heel even snel de traps even terugplaatsen. Ik doe heel even mijn inventory kleren en ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, dat hebben we gedaan. Dat is alleen maar mooi. Wat ik nou nog heel even snel wil doen, is heel eventjes een materiaal erbij pakken. Om dus heel even een blue candle te pakken. Om die alvast even weer terug te zetten op onze basisplek. Plus, wat ik even wil gaan doen, is... Ik wil eventjes bij onze potion ingrediënten... Wil ik even 8 potions hebben. Plus de 8 dead weed. En ik geloof dat we daar... hier. De rotten chunks voor nodig hebben. En als ik die dan zeg maar bij onze station daar neerzet. Dan kunnen we dus zeg maar battle potions maken. Nou, de reden waarom dat ik even battle potions bij me meeneem. Ik wilde maar 2 bij me hebben. Dus is ik ga sowieso die half uur farmen. In onze Hello Biome. En zoals jullie weten heb ik daar al een heel erg mooi farmhokje voor gemaakt. Dus hopelijk krijgen we de Hello Key Mold. Dan moeten we wel een keer weer Plantera verslaan. Maar dat is niet zo'n groot probleem. Oh kijk nou toch eens. Het is een volle maan. Ja, jammer jongens, ik heb je bandage heb ik niet meer nodig. Nou, deze die plaatsen we heel even te snel hier neer. En ik zie jullie bij de Hollow Biome. Tot zo. Oké, nou, de timer die loopt. We gaan hier dus maximaal in deze aflevering een half uurtje farmen. Hopelijk dat we dus zeg maar de keymold pakken krijgen. Ik zie dat er water binnen is gekomen. Dus offscreen ga ik ook eventjes dat water natuurlijk er even uithalen. Dat is net zo makkelijk. En ik gebruik de 2 battle potions om de spawn rate te laten increasen. Dus... laten we maar hopen dat we geluk krijgen en dat we hier een keymold te pakken gaan krijgen. Dus als we hem te pakken krijgen, zie ik jullie. En anders zie ik jullie in een half uurtje. Doei! Nou, die laatste minuut. Ik moet zeggen dat er maar heel weinig spant hier. Dus ik moet echt battle potions hierbij gebruiken om echt vijanden te laten spannen. Dus ja, ik heb mezelf nog een keer eventjes 2 uit de kist gepakt. Omdat ik ze gewoon echt nodig had. Maar ja... Ik denk dat ik het hier eventjes bij ga laten, dus we gaan terug. We hebben een enorme stuf gezien. En ik zie dat ik mijn laatste battle potion nog niet eens gebruik. Maar dat maakt niet uit. Dus wat ik al eventjes wil doen is... nou ja, die timer die mag nog heel even weg, geef me een seconde. Dus die kan nou op pauze. En dan kan ik hem heel eventjes verwijderen. Zo, daar ben ik helemaal tevreden over. Kijk naar andere stuff die we gevonden hebben. We hebben Guardian Titan Gloves gevonden. Die we gebruikt hebben voor onze Angry Fire Gauntlet. En weten jullie nog dat ik een quiver wou hebben in de eerste farm aflevering? Tot we gingen voor de Polish Armor, die we ook eentje hebben gevonden. Moet je hier kijken. 1, 2, 3. We hebben 3 quivers gevonden. Die zijn dus heel erg handig als je dus zeg maar voor een ranger playthrough gaat voor pijl en boog. Die geeft dus zeg maar 20% kans om geen ammo te gebruiken. En ook nog eens een keertje de arrow speed en damage bij 10%. Dat ook nog eens een keer omhoog gaat. Dus dat is gewoon helemaal OP eigenlijk. We hebben ook weer een beam sword hebben we gevonden. We hebben 89 souls of light. Ja, we hebben 2 light shards. We hebben heel erg veel stuff gevonden.
Dus, nou ja, helaas niet wat we zochten. Dus hoe ver is onze biome al aan het... Oeh, die is al heel erg goed gespread. Dat is mooi, dat is mooi. Kan ik daar heel eventjes kijken of we weer wat deadweed te pakken kunnen krijgen. Maar wat ik heel even ga doen, is ik ga heel eventjes mijn inventory clearen. En ik zie jullie in een seconde. Ah, oké, nou, mijn inventory die is weer mooi clear. We hebben weer onze potions. En ik zie dat we ook al onze flask hebben en alles. Dus dat is decent, dat is goed, dat is mooi, dat is mooi. Ik ben ook al eventjes zo vriendelijk geweest om even gelijk de comment van de dag op te hangen. En de comment die komt vandaag van episode 33. Ricardo Mulder. En Ricardo had geschreven... Ik vind Fiverr zo cool dat ik, in Minecraft mijn zwaard Vifster heb genoemd. Of Vijfster. Ik denk Vijfster. Nou, in ieder geval, er is een zwaard naar je vernoemd, Fiverr. Dat is heel erg gaaf. Dus dankjewel Ricardo voor deze geweldige comment en je staat op de Wall of Awesome Comments. Wat helemaal leuk is natuurlijk. Dus ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leukste momentje of heb je een vraag nog over deze aflevering? Kun je dat altijd kwijt in de reacties beneden. En je kunt ook altijd een like achterlaten als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Morgen gaan we weer een half uur proberen te farmen voor die key farm dinges wat ik dus zeg maar van plan ben. Maar eerst, voordat we dat gaan farmen, ga ik eventjes kijken of er nog wat deadweed is. Want morgen gaan wij de Pumpkin Moon doen. Dat heb ik beloofd nou dit keer, dus daar is het niet meer aan onderuit te komen. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen te zien, want dan gaan we dus terug naar Halloween in maart. Wat eigenlijk al nogal apart is. Maar goed, ik hoop jullie dan te zien. Bedankt voor het kijken en tot dan! Doei!